Ik wel als ik zie dat ze het vermouwen of zo, dat denk ik. Als de mensen maar leggen, vrede dat je de mouwen opstroomt. Amen. Vrienden, dat komt door het vuur van de Heilige Geest. Amen. Zeker weten. Ik heb de hele tijd in de jas aangezeten, want we komen uit de tropen, dat meer dan 30 graden is. Maar we zijn blij dat we weer terug zijn, broeders en zusters. En vanavond is vol. Want u moet weten, Jezus is ook in vol. Amen. Prijs je. Hij is ook in deze dienst. Amen. Ja, zeker. En hij wil in ons hart wonen, broeders en zusters. Amen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, wat 2 of 3 bijeen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Amen. Zeker. En als je je hart opent voor de Heer Jezus Christus, dan komt hij binnen in je leven. Amen. En dan doet hij het onmogelijk. Wat bij mensen mogelijk is, dat doet hij, want hij is gespecialiseerd in onmogelijkheden. Amen. Amen. Vrienden, ik weet niet of het wel tot u doorgedrongen is, maar het wereldnieuws is totaal uit balans. Ja. Wist u dat? Ja. Want het is altijd negatief. Amen. Ja. En ze doen de mensen geloven dat er niks positiefs is, dat er niks goeds meer is, dat het alleen maar negatief is. Ja. En dan zie je dus ook mensen, wie daar zit achter het wereldnieuws. Dat de duivel is. Amen. Ja. Want vrienden, er is ook een andere kant. Amen. Mm-hmm. En die kant is minstens 1 miljoen keer groter dan de negatieve kant. Mm-hmm. En dan is het geweldige, wonderbaarlijke nieuws van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. En omdat BBC en CNN weigeren dat uit te zenden, prijs de Heer, doen wij het voor Jezus. Halleluja. Amen. Prijs de Heer, mensen. En daarom heb ik ook vanavond heb ik geweldig nieuws voor jullie allemaal, halleluja. Ik ben ook niet gekomen om het jullie moeilijk te maken, want ik vraag jullie om het achterste, de Bijbel van achteren te openen. Die zei, wat wil die nou, dat is toch niet normaal. Je begint er in het boek vooraan, die achterin. Maar ja, het is ook de vraag, wat is normaal, amen. Vroeger had zo'n clubje zomer, die heette normaal. Maar wat is dat normaal? Amen. Moeilijke vraag. Dus achter in de Bijbel, de mensen die een klein beetje weten van de Bijbel, die weten dat het boek heet de Openbaring, halleluja. En dat is geweldig nieuws, mensen. U mag opzoeken in hoofdstuk 21. En dan wil ik u vertellen, dan wil ik u lezen, broeders en zusters, wat voor een grandioze, wonderbaarlijke toekomst Jezus voor ons heeft bereid. Amen. Als wij maar gewillig zijn, als wij maar bereid zijn, mensen, om ons leven met haar of zonder haar aan de voeten van Jezus te leggen. Amen. Om hem alles te geven. Geen 10%, maar alles. Mensen, ik zeg altijd, geef Jezus dat alles. Amen. Want dan geeft hij jou alles en nog veel meer. Amen. Nou, ik weet niet of iets gevonden is en niet gelukt is, dan luistert u. Want geloof is even horen, Openbaring 21. En daar vanaf vers 9, daar staat boven het nieuwe Jeruzalem. Amen. Dat is niet op deze wereld, maar dat is geestelijk. Behind the starry sky. Ja. Openbaring 21, ik ga er even rustig lezen, want dit is werkelijk geweldig. Amen. En toen nou dat ongeloof is weg, want ik kom uit Vendam, ik ben daar geboren en getogen. Ik was ook een volslagen ongelovige, een ongelovige en een godslasteraar. Maar God is mijn genade geweest, mensen. Amen. En vanaf het moment dat ik mijn hart heb geopend voor koning Jezus, kan ik u zeggen dat mijn leven nooit meer dezelfde is geweest. En vanaf het moment dat ik mijn leven heb overgegeven aan Jezus Christus, moest Satan mij loslaten, mensen. En dat is de sleutel. Als je Jezus alles geeft, zou de duivel je ook helemaal los moeten laten. Amen. Amen. Nou, we gaan nu dit prachtige gedeelte lezen, mensen. Dit gaat over een stad, ik zei het al.
Niet op deze aarde, mensen, maar in de hemel. Yeah. Die stad wordt genoemd het Nieuwe Jeruzalem, mensen. Ik begin te lezen vers 9. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak tot mij, dat is Johannes die het boek heeft geschreven. En hij sprak tot mij zeggende: kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid God en haar glans geleek op een zeer kostbare gesteente, als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge muur, en zij had 12 poorten, en op de poorten 12 engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de 12 stammen der kinderen Israëls. Vers 13. Naar het oosten waren 3 poorten, en naar het noorden 3 poorten. En naar het zuiden 3 poorten. En naar het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen. En hij die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten. En haar poorten en haar muur. En de stad lag in een vierkant, en haar lengte was even groot als haar breedte. En hij maakte de stad op met de stok 12.000 stadien. Ik kan helaas niet zeggen hoeveel dat is, maar het is gigantisch. Ik denk dat er in de hele wereld geen enkele stad is zo gigantisch groot als deze stad. Amen. Dus zit er niet overin, er is plenty ruimte voor jou. Amen. Amen. Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. En hij maat haar muur op 144 el. Dat is 72 meter. Een muur van 72 meter hoog. Hoe hoog is de Martini toe? 72 meter. Vers 18. En de bouwstof van haar muur was diamant. Af en toe te lezen op het nieuws dat er weer ergens een groot en kostbare diamant gevonden is. En je staat versteld, mensen, dat een diamant van enkele centimeter doorsteekt. Daar worden tientallen miljoenen euro's voor betaald. Dan kunt u zich een klein beetje indenken, mensen. Wat voor een gigantische rijkdom ons daar wacht in de hemel. Want deze hele muur van 72 meter hoog is van puur, niet van aard diamant, maar van hemel diamant. Amen. En de bouwstof van haar muur was diamant. En de stad was zuiver goud. In Groningen zeggen ze, Gronings, als het goed is, zeggen ze, het is wel goud meer. Ja. Maar dat is een ander soort goud. Ha! Je gaat voor dit goud, mensen. Amen. Amen. Prijs de Heer. En de muur de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. Dat goud kun je niet vergelijken met aard. Goud is een rommel. Ik zeg u mensen, alle aard diamant is een rommel, is afval vergeleken met Engels diamant. Het aardse goud is smerig en vuil vergeleken met het hemelse goud. Amen. Vers 19. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant. Het tweede lazuursteen, het derde robijn,
het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beryl, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethyst en de 12 poorten waren 12 paren. Iedere poort afzonderlijk was een 1 paar. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk door schijnend glas. Amen. Ik moet eerlijk zeggen, broeders en zusters, het is me niet te doen om de diamanten muur, om de gouden straat. Het is mij te doen om koning Jezus. Amen. Maar ik wil u alleen, ik heb dit gelezen. En daarom staat het ook in de Bijbel, daarom heeft de Heer Jezus ook dit allemaal laten zien aan de apostel Johannes. Omdat de Heer Jezus weet wat ons dat te wachten staat. Amen. Wat voor een geweldige toekomst is. Ja. En dit is dan maar een klein beetje. Amen. En dat, broeders en zusters, ik zei het al, dit is een gigantisch, Nieuwe Jeruzalem is een gigantische stad. Daar is plenty of ruimte voor ieder mens. Ook al zou de hele wereld, meer dan 7 miljard, ook al zouden ze allemaal tot bekering komen, dat is uiteindelijk de wil van God dat iedereen gered wordt. Dan mensen, er is de ruimte zat in deze grote, wonderlijke, heerlijke, hoge stad. Amen. In de steden van de wereld, in sommige wereldsteden, hebben ze hele hoge torens gebouwd. Maar ach mensen, dat is allemaal rommel. De Heer hoeft maar even zo te doen. Ach, en de hele zootje stort in elkaar. Mm. Ik mocht ook een aantal jaren geleden, mocht ik ook een evangelie prediken in Amerika. Ook in New York. In de diensten, die waren s'avonds. En de broeders en zussen, die waren zo liefdevol, die dachten we kunnen... Broeder Prins niet de hele dag in zijn kamer, dan laten we hem niet hangen. We nemen hem mee naar een grote stad. En dan ze hebben mij ook gebracht naar Miss Liberty, het vrijheidsbeeld. Ik ben ook in dat beeld geweest, mensen. Maar ik heb daar geen vrijheid gevonden. Maar gebondenheid, ze noemen het Miss Liberty. Maar ze kunnen beter de naam veranderen in Miss Bondage. Ze hebben mij ook, toen waren daar nog, toen stonden die bij de voortanden van Amerika, noem ik het, die Twin Towers stonden toen overeind. Ik noem dat bij de voortanden van Amerika. Hmm. Toen die Twin Towers zijn gevallen, zijn Amerika is gekrenkt in zijn enorme trots. Zijn er de voortanden uitgeslagen, maar voordat ze eruit geslagen zijn, hebben die broeders en zussen me meegenomen naar een van die towers, op een dak notabene. Nou mensen, ik heb zelf 10 jaar gevlogen. Toen ik op het dak stond en ik keek naar beneden, het was alsof je in een vliegtuig zat. Dat meen ik dat mensen zoiets, zo verschrikkelijk hoog kunnen bouwen. En toen, ik me nog herinner, het was op een middag, toen werden we opgebeld door mijn schoonmoeder, Roes' moeder. Ze zegt, jullie moeten de televisie aan doen, mijn zus en zo. Ik doe de dingen aan. Toen zag ik nog net hoe die tweede vliegtuig daar in die toren vloog. En daarom zeg ik ook, broeders en zusters, de Heer Jezus heeft gezegd, alles wat hoog is, zal vernederd worden. Er staat zelfs in de Bijbel dat elke hoge muur, elke hoge steile muur, zal vernederd worden. De Heer Jezus heeft gezegd, alles wat hoog is, zal vernederd worden. En wat laag is, zal verhoogd worden. Amen. En daarom is het ook zo belangrijk, broeders en zusters, dat we ons leven volkomen uitleven aan Jezus Christus zonder voorwaarden, met huid en haar, met alle rijkdommen, of alles, met alle schulden. Want dan zal je leven nooit meer dezelfde zijn, broeders en zusters. En hoe komt het toch dat de Vader, dat de Heer Jezus het paradijs en de hemel voor ons gemaakt heeft? Nou, broeder Hels heeft dat al genoemd. Mensen, er is maar één goed antwoord en dat is God is liefde. God is liefde. O, als de mensen toch bereid waren om naar God te luisteren. Als de mensen toch bereid waren om te luisteren naar de Heer Jezus Christus.
is een antwoord, mens. God geeft ons een richtlijn in zijn woord, de Bijbel. Amen. Als je een nieuwe mobiele telefoon koopt, tegenwoordig is het nieuws, als ik me niet vergis, Galaxy. Betekent Galaxy niet sterren? Wat betekent ja, 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 sterren. Heeft ja te maken met de sterren? Ja. Dus als je vandaag geen Galaxy hebt, ben je al de wet? Nou, ga maar al de wet roepen. Ik heb maar andere dingen aan mijn hoofd om met zo'n ding te soepelen. Maar mensen, en dan zie je sommigen, maar die zijn steeds daarmee bezig. Ook vroeger hebben we gezegd, steeds zijn ze ermee bezig. En ze vinden het ontzettend belangrijk dat ze bereikbaar zijn voor de mensen. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ga je niet verkeerd. Ze willen bereikbaar zijn voor iedereen als iemand nood heeft op dat ook, dat ze gebeld kunnen worden. En dan vraag ik altijd, hoe bereikbaar zijn wij voor God? Onze mobiele telefoon die blijft dag en nacht aan, zodat we bereikbaar zijn voor onze kinderen, voor onze geliefden. Al mocht er iets zijn, mocht er een probleem voordoen. Maar hoe, mijn vraag is aan de kerk van Jezus Christus in Nederland. Hoe bereikbaar is de gemeente van Jezus Christus in Nederland vandaag? Bereikbaar voor Jezus Christus. Als de mobiele wel even rinkelt, met Pietje, met Jantje. Ja. Maar hoe vaak moet de Heilige Geest aan jouw hart kloppen? Dat je eindelijk eens opneemt om die uitdrukking er maar even te gebruiken. Hoe vaak moet God tot je spreken uit zijn woorden bij? Totdat je eindelijk je hart opent en erop ingaat. En ik bedoel, ik wil verder niks verkeerd zeggen over zo'n mobiele telefoon. Ik kan heel goed gebruikt worden. Heel goed, dat weet ik. Dat de pastor in Suriname, pastor Fuchs. Zijn zoon heeft hem ook getrakteerd op zo'n kelk. Zo'n prachtig ding. Ik kon er niet veel mee worden, maar het is zo'n touchscreen. Je hoeft het maar even. Je hoeft niet meer te drukken. Het is even. Hey, dan begint dat ding al te reageren. Hoe vaak moet God op ons hart drukken voordat we ze reageren? Zo'n mobiele is een je maar even aan te komen. Dat gebeurt er weer wat. Als je er geen verstand van hebt. Maar hoe vaak moet je hier ons hart aanraken? Dat we eindelijk het reageren. En gaan doen wat hij van ons vraagt. Want dat is het de kern van het christendom, mens. Niet om zondagsmorgens in de kerk te zitten. Alleen maar in de kerk te zitten. Maar dit is de hoogste tijd voor de gemeente van Jezus Christus in Nederland. Om discipelen te worden. Want ik sta hier vanavond, broeders en zusters, om u te vertellen. Dat het niet genoeg is om in de Heer Jezus te geloven. Amen. Wij moeten actie voegen bij ons geloof. Wij moeten in beweging komen, mensen. Wij moeten luisteren naar de stem van God. En we moeten hem gehoorzamen, mensen. Amen. Amen. Nou, laat me nog een slok water nemen. Halleluja. Moet jij even over die collectie. Telefoon van pastor Fuchs. Zo'n ding kan er hartstikke goed gebruikt worden. Maar Loes die werd gevraagd om op een maandagavond voor al de zusters daar te bedienen met het woord. En hen te zegenen. En dan, ja, als wij de mensen zegenen, de mensen, dan gaat er een kraan open. Dan beginnen we zomaar te profiteren. Niet te profiteren. Maar te profiteren. Als u niet weet wat er is, dan mag u mij vragen. U mag me alles vragen. Maar ik weet niet of alles kan beantwoorden natuurlijk. Dus en toen ben ik later gevraagd of voor de broeders, om dat ook te doen, is het iets waar ik mij wilde vertellen. Pastor Fuchs met zijn Galaxy. Ik dacht, nou, ik denk er ook moet gebruikt worden. Hij had alles opgenomen met beeld en met geluid, met z'n allen profetieën, halloween. Die zijn niet geweldig. Prijs de Heer. Maar als wij spreken, broeders en zusters, over gehoorzaamheid aan de Vader, dan zijn er vele goede voorbeelden. Maar het beste voorbeeld geeft de Heer Jezus.
Van wij Loes en ik, wij weten uit persoonlijke ervaring dat de Heer je soms ook moeilijke opdrachten kan geven. Amen. Ja. Dat weten we uit ervaring. Ja. En dat er zoveel redenen zijn om te zeggen, Heer, u kent mijn hart. Maar Heer, ten eerste dit, ten tweede, het is zo. Maar de Heer Jezus, die kreeg van de Vader, ik noem dat een onmogelijke opdracht. Want de Bijbel die zegt, dat de Heer Jezus was van eeuwigheid aan, aan de boezem van de Vader, op de troon, in de hemel, in het paradijs. Sommige christenen hebben geen notie waar de hemel is. Mensen denken, toen Jezus opvoer ten hemel, toen ging hij omhoog de lucht. Amen. Toen werd hij onttrokken aan door een wolk. Want prijs de Heer, mensen, we gaan straks ook rijden op de wolken. Halleluja. Amen. Amen. En met een supersnelheid, mensen. Ja. Met een gigantische snelheid, halleluja. Amen. En we schieten de maan en de zon voorbij. En alles staat. En we gaan door de poorten van deze geweldige stad. Het nieuwe Jeruzalem, halleluja. Amen. Niet voor 3 dagen, omdat het anders te duur is. Ook niet voor 2 weken, omdat we diep in de stilte zullen komen. Maar Jezus heeft voor eeuwig voor ons betaald. Amen. Ik las er kort geleden nog, was het vandaag, over dat Amstel Hotel niet. Maar in Amsterdam is geen hele luxe, hele dure geval. Ik ben er zelf nog geweest, maar het is geen heel. Ja. Dit is voor de zoveelste keer verkocht. Ik meen voor 1 kamer. Die persoon die het gekocht heeft, voor 1 kamer betaalde hij 800.000 euro. 1 kamer. Maar vrienden, Jezus heeft voor ons betaald. Halleluja. Amen. Prijs de Heer. Ik noem dat een onmogelijke opdracht. Omdat de Vader de Heer Jezus oproept met. Om eeuwige redding en verzoening tot stand te brengen tussen hem en de mens. Omdat Satan kans had gezien om roet in het eten te gooien. Maar hij kan zowel roet gooien in het eten als hij wil. Hij zal nooit tot zijn doel komen. Mm. Amen. Amen. Hij is de grote verliezer. Amen. Amen. Hij is de verliezer voor eeuwig. Amen. Mm-hmm. Broeders en zusters. De Vader zond zijn geliefde zoon Jezus. Om dat volmaakte offer te brengen. Daar moest een offer gebracht worden. In het Oude Testament kunnen we lezen. Kunnen we lezen daar eerst in de tabernakel en later in de tempel van Salomo, die andere tempels. Er werden dagelijks, moesten daar offers gebracht worden, er waren dieren, koeien en bokken. Ja. En die werden daar geslacht en geofferd en verbrand op het koperen altaar. En hun bloed moest gesprenkeld worden op het altaar. Maar al die offers die daar gebracht zijn door al die jaren heen, die wezen naar God. Amen. Want daarbij was het in het bloed van bokken en stieren, kan de mens niet reinigen en redden van zijn zonde. Er is onmogelijk. Al die offers wezen heen naar God. En al de Bijbel zegt, en al de profeten die in de Bijbel hebben geprofeteerd, hebben geprofeteerd van de komst van de Zoon van God, de Vader, de Messias, om eeuwige volmaakte redding tot stand te brengen, om eeuwige volmaakte verzoening tot stand te brengen, wat niemand anders kon doen. En we weten uit de Bijbel dat engelen, en ik geloof er zijn miljarden engelen in de hemel, ook vanavond, mensen, zijn hier vele engelen. Waarom? Omdat de Heer Jezus er is, halleluja. Amen. En wanneer Jezus zit, er zijn altijd veel engelen mensen.
En als de Heer Jezus in uw hart woont, dan mag u weten dat Jezus in uw hart is. En dat de engelen u bij dag en nacht omringen. En dat u nimmer en nooit alleen bent. Knoop dat in uw oor. Als u zegt, ik heb ook zo'n dorp, dan komt u hier staat nog een beker. En dan neemt u nog een beker. Als u zegt, ik heb het zo warm. Als u dat wilt, dan gooi ik een beetje op uw hoofd. Halleluja. Want de Bijbel zegt, mensen, van de geest des Heeren. Daar is vrij. Amen. En dan wil ik ook tegen Hans en Erna zeggen. Ik voel mij hier heel vrij. Amen. Amen. En dan wil ik heel goed zitten in geen honderd en duizenden mensen. Maar als prediker mensen is het moeilijk als je ze niet van zon. Ik kom er wel doorheen hoor. Denk maar niet dat ik er niet doorheen kom. Amen. Maar het voelt niet zo relaxed. Amen. Mm. Om, en ik weet ook hoe dat komt, daar zitten mensen met allerlei soorten kritiek. Yeah. Amen. Dat zijn mensen, ik noem ze fariseërs. Yeah. Nog niet zo lang geleden zelf van twee fariseërs op bezoek gehad. En heel rustig gebleven, maar ik heb ze bediend met het woord van God. En ze dropen af alsof ze net in je waren gegaan. Zo dropen ze af. Vrienden, in de dagen van Jezus, Jezus werd voortdurend omringd door fariseërs. U zegt misschien, ja, fariseërs. Dat waren godsdienstige mensen, zoals de schriftgeleerden, de sadduceeën, die geloofden niet in de opstanding uit de doden, de fariseërs, de overpriesters, en noem maar op. Ja. En die mensen die omringden altijd de Heer Jezus, zoals een lastige vlieg, steeds een beetje wat om je heen kan. Je dinges gaat zitten en dan doe je zonder, dan ben je een strijder weer mis. Weet je, ze waren, er zaten nooit iets goeds tussen. Altijd hadden zij kritiek op de Heer Jezus. Altijd gingen ze hem bekritiseren. Altijd gingen ze hem veroordelen en aanklagen. Want de watten die waren op de Sabbat. Dat deed God een groot wonder. In de plaats dat hij wist dat de lucht is sprongen overuit. Maar de Heer bleef rustig. En later zijn ook veel van die mensen tot bekering gekomen. In Handelingen staat dat er na die tijd ook een brede overstand trok. Een brede schare van priesters kwam tot bekering. Maar het was lastig, zelfs dat Jezus helemaal bij zijn noorden, rondom het meer van Galilee. Oh, altijd. Ze komen helemaal uit Jeruzalem. Om met argus ogen naar hem te kijken. Om hem te loeren zoals een leeuw loert op zijn prooi. Want ze hadden maar één. Zij haten Jezus Christus zoveel. Waarom? Omdat Jezus predikte de waarheid. Ja. En Jezus wees met elkaar en zegt, jullie zijn huigelaars. Jullie staan op de hoeken van de straat en staan jullie te bidden voor het oog van iedereen. En als je vast, dan trek je een gezicht. Nou, niemand kan het nadoen. Zo ellendig. Alsof iemand net heeft gehoord dat zijn hele familie omgekomen is. Zo kijken ze uit, zo beroerd en ellendig. Zodat iedereen weet dat ze vast. En dat soort mensen waren. Jezus en jullie zijn jullie huigelaars. En daarom haten ze hem. En daarom hadden die mensen, die religieuze mensen, hadden maar één gedachte. Die Jezus van Nazareth moet dood. Mm-hmm. Satan had maar één gedachte. Die Jezus van Nazareth moet dood. En de dood van Jezus is een eeuwige ondergang geworden. Prijs de Heer. Engelen zijn heilige wezens. Amen. Engelen zijn wezens. Absoluut zonder zonde. En toch, niemand van al de engelen, zelfs niet de hoogste engelen, Gabriel en Micha, hadden niet de vermogen, de capaciteit om dat volmaakte offer te brengen voor de vergeving en voor de verzoening van de zonde van de hemel. Niemand was daartoe in staat. Dan God enig, zijn enige zoon Jezus, zijn troetelkind. Spreuken noemt hem troetelkind. Jezus die vanaf het begin van de schepping aan de boezem van de Vader was. Amen.
En de Bijbel noemt een troetelkind. Dus een troetelkind is dat. De vader was zo gek met hem. Hij knuffelde zijn kind voortdurend. Amen. Hij knuffelde. En ik denk dat je hem ook kuste en knuffelde. Oh, die twee die waren onafscheidelijk. Wat moet dat ook voor de vader geweest zijn, broeders en zusters? Om zijn zoon dat te moeten missen. Amen. Had hij niks meer te knuffelen. Pak een klein kind zijn knuffelers af. Amen. Mm-hmm. Dan kunnen de buren komen klagen of dat kind kan ophouden en janken. Amen. Mm. Maar de vader gaf zijn knuffel. Zijn knuffel. Allerliefste, allerdierbaarste, allerkostbaarste wat hij bezat. Zijn geliefde zoon Jezus. Amen. Heeft hij gezonden uit de hemel. En geloven mensen. Om de hemel te moeten verlaten. Ik heb mensen, ik heb getuigenis gehoord, gelezen, van mensen die hebben visioenen gehad. Die zijn in de hemel geweest. Dus dat zijn er niet zo heel lang geweest. Maar in al die getuigenissen is me opgevallen, één ding is altijd hetzelfde. Als ze daar zijn, als ze die visioenen hebben, willen ze nooit meer terug naar vrouw en kinderen. Ik denk, wat voor een wonderbaarlijke plaats moet de hemel zijn. Dat als ze dat dingen van zien, dat ze niet eens terug willen. Naar man en kindertjes en kleinkindertjes. Amen. En dan smekte ze de Heer Jezus om dat te mogen blijven. En dan zei hij, nee, het is nog niet jouw tijd. Ik heb jouw getuigenis nodig. Amen. En wat ik wil zeggen is dit, wat moet het verschrikkelijk moeilijk zijn geweest voor de Heer Jezus om de boezem van zijn vader te verlaten, om de troon van de God, de hoogste plaats te moeten verlaten, om de allerlaatste plaats in te nemen, aan het kruis op Golgotha. Ik noem dat ook altijd een onmogelijk. En dat niet alleen van niet dat de Heer Jezus hier alleen kwam en dan weer terug, zoals mensen op reis gaan, of op vakantie. Maar de Heer die zond, en toen Jezus kwam, gezonden door zijn vader, kwam hij als het heilige, smetteloze lam van God. Jezus was absoluut zonder zonde. Maar toen ze hem de grote spijkers door handen en voeten hebben geslagen op dat ruwhouten kruis, en dat kruis overeind zetten. En in de grond zetten. Dan zegt de Bijbel. Wie aan het hout hangt. Aan het kruis hangt. Is voor God vervloekt. Aan het kruis werd de Heer Jezus voor ons gemaakt. Tot de zonde en tot vloek. Ik zei het al. Ik weet uit persoonlijke ervaring. Dat de Heer moeilijke opdracht. En dat doet hij niet om het ons moeilijk te maken. Want als God het moeilijke opdracht geeft, geeft hij ook des te meer kracht. Halleluja. Amen. Dan tilt hij je op, mensen. Dat heb ik zelf, ik spreek een persoonlijke ervaring. Maar dat is nog helemaal niets, mensen. In vergelijking met wat de Heer Jezus moest doen. Dat hij voor ons aan het kruis zo verschrikkelijk heeft geleden. Want dat moet hem zulke helse pijnen. Bovendien hadden ze hem gekroopt met doden, hadden zijn rug kapot geslagen. Ze hadden hem al zo toegetakeld. Als de Romeinen die hadden ingegrepen, hadden ze hem al lang voor die tijd gedoen. Maar dat mocht niet, want de Bijbel zegt dat hij zou aan het hout hangen. Amen. En daarom zegt de Bijbel, toen Jezus de aan het kruis hing, toen droeg hij de aan het kruis, weet dat de aan het kruis genageld, de zonden van de hele. De ziekte, de zwakheid, de straf van deze hele wereld, voor alle generaties, heeft de zoon van de enige waarachtige levende God, Jezus Christus, voor eens en voor eeuwig aan dat ruw houten kruis genageld. En niets en niemand zal ooit in staat zijn om dat volbrachte werk, om dat volmaakte offer ooit ongedaan te maken.
Amen. De ganse Elma! Zijn verslagen vijanden. Toen we daar eens in Suriname waren. Het is ook zo wonderlijk, mensen, als je die... Och, net op tijd dat ik begon. Dit begon last te worden. Bent u ook last voor de Heer? Amen. Amen. Ja. Dat is zo wonderlijk, mensen. Als je de Heer dient met een oprecht hart, dan spreekt God voortdurend. Zelfs in Suriname. Het groenste land ter wereld, de mensen dat beweren. Amen. En dan waren we daar in Nigeria. Dat was een reis vanaf Paramaribo, wel 4 uur, Loesje. En dan ben je daar in zo'n kerk. En dan begint die pastor. Pastor Testing. Grappige naam. Testing. Weet u wat het betekent in het Engels? Iemand die aan het testen is. Amen. Ik ben we begonnen met de audiosysteem en de camera even testen of het allemaal goed werkt. En pastor Testing vertelde zo, hij zegt, het is zo moeilijk, van soms stuurt hij iemand een e-mail en dan gaan ze die e-mail niet beantwoorden, van ze zeggen, de man is testing. En die man is aan het testen, dus ik ga rekenen zijn om ze te beantwoorden. En zo kan het nou ook een probleem zijn, amen. Maar we hebben gezien een man die trekt er geen laatste zicht van aan, wat de mens ook zegt. En dat doen wij ook al. Wat de Heer zegt, daar trekken we wat van aan. Maar als de mensen die goed ze zeggen, trekken we er ook wat van aan. Maar als ze iets slechts zeggen, wordt alles hermetisch afgesloten. Amen. Ga even het geluid eraan, mensen, en een stokje water, halleluja. Prijs die. Iemand die begint zo te overal te proeven. En het kwam hier opnieuw, mensen, dat die oude duivel, die is onder mijn voet. Amen. Zeg ik niet meer God tegenwoordig, zeg. Deze is jongen met de vinger te wijzen. Deze is zit. Amen. That's right. Dat heeft Jezus voor ons gedaan, mensen. Niet dat wij iets zijn. Het is Jezus, mensen. Ik kan van mezelf niks. Ik voel mijn eigen zwakheid. Amen. Ik kan van mezelf niks. Maar aan zijn goede hand, mensen. Oh. Amen. Zijn er geen onmogelijkheden meer behalve dat de zonde natuurlijk. Amen. En zijn doorboorde hand zal elke vijand zich moeten buigen voor koning Jezus. En zijn doorboorde hand. Dan mag ik mijn voet zetten op die lelijke kop. Ik wil er eens naar kijken. Maar hij is zo verschrikkelijk oerlelijk. Ah. Amen. En zo is de Heer wonderlijk. En dat heeft de Heer Jezus voor ons mogelijk. Amen. Dat heeft hij voor ons mogelijk gemaakt, omdat hij gehoorzaam is geweest. De Heer Jezus heeft ook tot Loes van mij gesproken. Die zei ook, ik heb vele mensen, vele christenen heb ik opgedragen om te gaan, om het evangelie te brengen. De Heer zegt dat ze blijven zitten op hun stoel. Ze gaan niet. Maar de Heer Jezus die een onmogelijke opdracht kreeg van de Vader, hij is gegaan. Amen. Het heeft op alles gekomen. Hij werd arm, zegt de Bijbel, om ons schat en schat en schat bij te maken. De Heer Jezus zegt op zekere dag tegen iemand, die zei van ik zal u volgen. Hij zegt, de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Ik ken jullie niet allemaal, maar ik weet haast wel zeker, als ik zo naar jullie kijk, zit het helemaal mooi schoon, hè? Dat je vanavond een plek hebt, een bed hebt, een kussen hebt om het hoofd neer te leggen. Is er iemand die dat niet heeft? Jezus had dat niet meer. En als ik de evangelie bestudeer, krijg ik de indruk dat Jezus ook heel veel nachten met zijn discipelen doorgebracht met ze in de open lucht. Slaven proberen te slapen in hun land. En het arme. Jezus zegt, de vossen hebben holen. De vogels hebben nesten. Maar de Zoon des mens heeft geen plek om het hoofd neer te leggen. Daarom zeg ik ook tegen de broeders, geef toch. Jezus, geef ons.
Hij kwam op de hoogste plaats. Hij liet al zijn rijkdommen achter. Hij werd voor ons tot zonde te vroeg gemaakt. Hij werd voor ons arm om ons oneindig rijk te maken. Amen. En daarheen de Heer Jezus. Ik geloof dat er nooit iemand zo'n verschrikkelijke dood is gestorven. Zo'n gruwelijke dood is gestorven dan de Heer Jezus Christus. Amen. Want terwijl hij zo verschrikkelijk leed heeft, terwijl hij die helse pijnen had, waren dat die vrome mensen, die godsdienstige mensen. En ze hoonden hem. En ze lasterden hem. En ze bespotten hem. En ze vervloeken, terwijl hij zo verschrikkelijk leeft. En voordat hij stierf, mensen, toen sprak hij die geweldige woorden. Hij zei, het is volbracht. Jezus Christus, de Zoon van de enige, waarachtige, levende God. Dat is de God van Abraham. De God van Isaac. De God van Jacob. Amen, ik getuige tegen de overheden, mensen. Dat zij zullen weten over welke God ik ben. Amen. Over de enige waarachtige levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de schepper van hemel en aarde. Dat is Hij die alle mensen heeft geschapen in de schoot van hun moeder naar zijn eigen beeld. Amen. De Bijbel zegt in het eerste boek van de Bijbel in Genesis staat dat God schiep de mens naar zijn beeld. Denkt u dat de Heer dat voor de lol deed of voor de grap? Toen de Vader ons schiep naar zijn beeld, deed hij dat met een enorme verlangen dat we voor hem zouden kiezen. Dat we zouden geloven in zijn Zoon Jezus Christus. Dat we dat volmaakte offer, het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus aan het kruis, ten volle zouden aanvaarden en gered zouden worden van onze zonde. Daar heeft hij alle mensen naar zijn beeld geschapen. En naar deze woorden is volbracht, broeders en zusters. Jezus had gezegd tegen zijn discipelen, ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Hoe kon het gebeuren, broeders en zusters, dat de waarheid en het leven zouden sterven aan het kruis? Want dat is gebeurd. Hoe kon God de Vader zo ver gaan? De Vader is gegaan in zijn oneindige liefde voor jou en voor mij. Tot het uiterste van het uiterste mens. Door zijn troon. Zijn knuffel, zijn levende knuffel, te geven in de dood, vervloekt te worden, een monster. Wat hebben wij geweldig nieuws, broeders en zusters. Laten we dat toch niet voor onszelf houden. God heeft ons niet geroepen als geheim agent. Je bent geen secret agent, 007, maar een levende getuige. Wat de wereld vandaag nodig heeft, zijn luidruchtige predikers. Die de christenen wakker maken en de waarheid prediken. Amen. Amen. Durf je alles te zeggen hier? En in de gevangenis zijn we ook al geweest, dus spreid de Heer. Amen. Destijds in Turkije, er is wat mensen in de gevangenis. 28 gevangenen, allemaal moslim, denk ik. Die hek, maar ik had een korte broek, en je kunt je moeder voorstellen, korte broek. Spillerwindjes, sandaaltjes aan. Ben je dan met je goed gedrag, maar wel in de gevangenis. Die deken achter mij dicht, die deur, die hek gaat achter mij dicht. Ik was nog geen minuut binnen, toen kwamen al die gevangenen rondom mij staan, zo in een kring. Met allemaal dezelfde vraag: waarom ben jij hier in deze gevangenis?
de duivel van oud is die dat een hele stomme fout had gemaakt door de ventammer in die gevangenis te stappen. Maar hij maakt zoveel fouten, elke stap die hij neemt is een fout. Hij maakt hele stomme fouten. En toen de volgende morgen daaruit gauw eruit, het was te laat, mensen, het zaad was gezaaid. Amen. 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 Dus dan maak je van alles mee, dat is natuurlijk niet makkelijk. Nee, er in die gevangenis er was geen bed, geen kussen. Mijn matras was een krant. En toen ik op die krant lag op mijn matras, toen was er ook nog een mede gevangenen. Die probeerde mijn matras te jatten. Een krant, notabene. Om nou weer niet te spreken over iets van het, want je kon er niet staan, want dat dekt allemaal als je schuift en je helemaal naast. Een hol! En de politieagenten waren de kinksten, ze zo achter de riem, hadden zo door de hol. Stel dat je boef, even doen dat. Maar God is wonderlijk, mensen. Dus zegt daar, koning David zegt in het zolder, met mijn God, spreek over een muur. Amen. En als we er niet overheen springen, dan gaan we met Jezus dwars door de muur heen, mensen. Dat deed Jezus ook na zijn opstanding uit de dood. Hij kwam gewoon binnen, alles staat op slot. Deuren waren dicht, ramen waren gesloten. Maar daar stond hij, mensen. En terwijl hij nog in het lichaam was van vlees en bloed. Oh, wat is dat? De engelen ook, die gaan gewoon. Wat denk je als we engelen? Hier zijn veel engelen. Geloof in de bergen, als ze straks zeggen dat ze door die deur moet. Ja. Geloof je dat niet? Ze toen, onze dochter was nog maar 8 jaar geloof ik. 8 of 9. Die heeft veel engelen gezien. Ze zei, papa, ze zijn zo groot, ze komen gewoon net niet pijn aan het plafond. Ze hebben zulke prachtige vleugels. Ze zegt, papa, ze doen even zo. Ze gaan omhoog en ze lossen gewoon op. Ze gaan door het plafond, ze gaan door het dak. En als je dat kan, die zegt geen gaat. Is dat niet wonderlijk? Dat wij straks ook zo'n lichaam hebben dat we overal erin knallen. Is dat niet wonderlijk? Amen. Denk je dat ik dat wil missen? Nee. Denk je dat ik dat wil missen? Nee. Asch. En dat we daar. Kijk, de paradijs is achter de ster. Is ver achter de ster. Sommige mensen hebben geen idee van het paradijs. Nee. Daar ging Jezus ook. Die ging die kant op, mensen. Nee. En sommige mensen hebben ook geen idee wat de hel is. De hel is met wat de Bijbel ook zegt. Daar. Daar. Is het centrum van de aarde. Ja. Maar vrienden. De engelen die gaan zo. Die afstand die nemen ze zo. Het volgende moment staan ze er weer. Ja. En dat kan me nu al verheugen, weet je. Dat je op met die wolken aan het doen. Op die wolken aan het doen. Ik ben allemaal gelovig. Ik ben een gigantisch. Dan ben ik geen snelheid duivel, want we zijn niet gekomen. Ja, als je mijn vrouw, hoe rustig dat ik gereden heb. En toch, mensen, wat moet dat geweldig zijn. Amen. Om door de ruimte te schieten. Om daar die geweldige staat binnen te gaan. Gewoon je nou werken! Dat ik jou wil missen! Ja. Denk je dat ik. Puntje, ben. Toch nooit, mensen! Ach, alles goud en zilver! Daar blijft niks van over, mensen. Nee. Toen wij kinderen waren, toen werd er gesproken over miljonairs. Als de rijksten van de wereld. Dat begrip is al jaren achterhaald, mensen. Het zijn niet meer de miljonairs, het zijn vandaag de multimiljonairs. Maar ik heb geen goed nieuws voor hen. Van al hun miljarden zullen er verlammen in vuur op. En daarom kunnen ze maar beter, voordat het zover is, de miljarden aan Jezus geven. Amen. Amen. Prijs de Heer. Wonderlijk, mensen. En Jezus stierf. En nadat hij stierf aan het kruis, kwam daar een van die 4 Romeinse soldaten die hem gekruisigd hadden. Kwam een van die Romeinse soldaten
En die stak zijn speer in het dode lichaam van Jezus. Jezus werd letterlijk geslacht als het lam van God voor de zonde van de wereld. Amen. En toen die Romeinse soldaat zijn speer dreef in het dode lichaam van Jezus, toen heeft Satan zichzelf voor eeuwig de dood dit toegebracht. Hij dacht in Jezus van Nazareth moet dood. Maar de dood van Jezus is zijn ondergang geworden. Want toen begon onmiddellijk het kostbare bloed van het lam. Het dierbare bloed van de Heer Jezus begon onmiddellijk te vloeien, te stromen aan het kruis. En op het moment dat het bloed van Jezus werd vergoten aan het kruis, toen zijn de fundamenten van het rijk van Satan voor eeuwig en volkomen verwoest en vernietigd. Opgeblazen! Amen. En daarom is elke demon zitten voor de naam van Jezus. Want de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Ik zeg het opnieuw. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En altijd als ik het zei, voel ik als het ware de hel onder mij te stillen. Van het bloed van Jezus heeft Satan voor eeuwig de koffer gemaakt. De oude slang heeft een verbrijzeld op de kop. Begrijp je nu waarom dat je zoveel idioten denken? Denk je dan weg dat iemand met een verbrijzeld op de kop al de ogen rijdt jij? Hou je dat? Hij heeft een verbrijzeld op de kop. Daar doet hij zo'n idioten denken. Hij is de kluf kwijt. Hij is alles kwijt. Iedereen weet het, behalve hijzelf. Tenminste. Maar hij wil het niet toegeven. En toen, mensen, toen hebben ze de Heer Jezus van het kruis gehaald. Ze hebben hem in een rotsgraf gelegd. Jezus had tegen zijn discipelen gezegd, we gaan naar Jeruzalem. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de heiligen. Ze zullen hem bespotten en bespuwen. Ze zullen hem doden. Maar na 3 dagen zal de Zoon des Mensen opstaan. En de discipelen begrepen het niet. Maar die vrome mensen die snapten het wel. Want toen Jezus dood was, toen dachten ze, hoe moet dat nou? Want hij heeft gezegd, dus zij hadden het wel begrepen. Dat is ook weer zo wonder. Die discipelen die snapten het niet. Maar hun hadden het begrepen. Want toen Jezus daar in het graf was begraven was, toen zeiden ze tegen elkaar, hoe moet dat, wat moeten we nou doen? Want hij heeft gezegd dat hij na 3 dagen ze opstaat uit de dood. En dan zie je dus ook hoe onnozel die mensen waren. Noem het ook een topic van onnozelheid. Hebben ze daar ook die steen voor dat graf, hebben ze dan verzegeld. Alsof dat hè? Die mensen waren in de lucht bij de kus op zien. Toen zijn ze ook nog naar Pilatus gegaan voor een legertje soldaten. Alsof die dat kunnen doen. En daar wachten. Het lijkt mij toe dat ze nog, dat de dode Jezus nog een veel groter probleem voor die vrome mensen was dan de levende Jezus. Amen. En mensen op de derde dag. Voor de ogen van de Romeinse soldaten, die sterke kilo, oh, die spierbund, weet ik veel hoeveel kilo. Maar wel hier natuurlijk. Ja. En voor hun ogen van de Zoon van God. Hij heeft de dood overwonnen. De Bijbel zegt, hij heeft het graf overwonnen. De Bijbel zegt, Jezus Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd voor jou en voor mij. Want Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Amen. Amen. Zie je dat ik heel anders ben dan de reporters van BBC of CNN? Die zie je hier ook niet nu. Maar als er ergens een vliegtuig in de oceaan verdwijnt, wie zal mensen vermoord worden, noem maar op. Ja. Dan zijn ze er al een keer voorbij, dood en verderf. Daarom zei ik het al, het wereldnieuws, mensen, is volkomen uit balans. Geef de mensen een volkomen scheef en verdraaid en verknoeid beeld. Maar er is ook een andere kant, mensen.
de positieve kant. En die is minstens 100 miljoen keer groter dan de negatieve kant. En er is het geweldige nieuws van het evangelie van Jezus Christus. Vriend, of je nou arm of rijk bent, of je allemaal titels voor je naam hebt, of dat je Jan Boezeroen bent. Jezus gaf zijn leven voor jou. En al jouw miljarden zullen jou nooit kunnen redden. Als je je vastklapt aan je miljard, zullen die miljarden je naar beneden trekken naar de hel. Als een molensteen om je hals. Klap je niet vast aan je miljard. Klap je niet vast aan je spaarcentjes. Maar klap je vast aan Jezus Christus. Amen. De vorm des levens. De enige die ons kan reinigen met zijn bloed voor onze zonden. De enige die ons kan doen wederom geboren worden uit God. De enige die ons vergeven al onze zonden van ons weg kan nemen. De enige die ons kan bevrijden van de slavernij van de zonde. De enige die ons kan genezen. De enige die eeuwig leven geeft. Hij die het nieuwe Jeruzalem, deze wonderbaarlijke stad, voor ons bereidde. Denk je nou eigenlijk dat ik dat wil missen? Ik roep wel hard, maar er is omdat mensen, die zijn hardhorend mensen. Vraag mijn vrouw of ik de oren thuis van haar oren van de hoofd praat. Of dat ik daar ook versmagend vroeg het samen staat te schreeuwen. Nee mensen, ik ben een rustige man. Ja, ik geloof dat niet, maar vraag me. Een rustige man. Praat niet zoveel. Wel met de Heer. Maar het is de bewogenheid van God, mensen. Dat ik hier zo sta te schreeuwen. Het is de bewogenheid van God. Omdat ik me stel onder de leiding van de Heilige Geest. U zegt, ik heb alles, ik heb alleen maar de Bijbel. Hebt u mij gezien met een papier? Denk ik dat ik daar kritiek op heb als iemand een preek op papier zet? Heb ik geen kritiek op? Maar ik krijg het niet voorlijke. Ik krijg misschien wel wat op papier. Daar komt niks van terecht. Jaren geleden schreef ik nog alles daarop. Maar ik ben gestopt. Dat ging iedere keer anders. Ja, man. Als ik... Dan moet u niet denken dat ik me niet voorbereid. Ik ben er altijd bezig. Je voelt niet prima. Amen. Geen onzin, mensen. Vandaag wordt er een hele hoop onzin gebreed. Maar wat hier staat in dit boek erbij. Van kaf tot kaf. Niet zomaar ergens een tekst wegrukken. Van levensgevaarlijk kan zijn. Maar de hele Bijbel. Van Genesis tot en met Openbaring. Daar moet ik u ook aan nemen de tijd. Om die hele Bijbel te lezen. En dat doe je niet in een paar weken. Dat weet ik ook wel. Maar dat geeft ook niet. Amen. Hij is de Heer, mijn God. Jezus stond op uit de dood. Halleluja. Prijs de Heer. En hij zegt naar zijn opstelling tot zijn discipelen. Mij is gegeven. Alle macht. In hemel. En de waarde. Alle macht. Dan kunnen we lezen in Colossense. Ik ben dus nu bezig dit af te ronden. Niet dat ik klaar ben. U weet dat de mensen die me kennen weten wel dat ik al jaren bezig ben met een vervolgserie. Ik ben helaas, het nummer is me ontschoten mensen, vanwege het grote aantal, de aflevering. Maar weet je, ik ben dus bezig met aflevering, weet je wel, met zo'n serie. Afronding. Ik ben bezig met zo'n serie. En weet je wat de voordeel van zo'n aflevering is? Dat is dat je er op de gekste momenten uit kunt staan. En iedereen die pikt het. Dat doet ze met die vervolgseries. Als het net zo spannend is, dat ze net nog niet de leuningen van de stoel afbreken, nog net niet, dan zeggen ze wordt verval. Maar dan weten ze zeker dat de volgende dag zitten ze mensen een half uur van tevoren voor de buiten, van ze willen niks missen. Amen. En als hij de volgende keer weer komt en je weet wat dit is, dat hij minstens een half uur van tevoren zit,
bidden, halleluja. Amen. Dat u niks mist. Amen. En ik zei dat ik ben natuurlijk niet klaar, weet u wel. Amen. Maar ik wil graag voor u bidden. Amen. Niet dat ik nou beter kan bidden als u. Nee, zeker niet. Het zit er niet in mooie gebeden. Alsjeblieft. Kijk, als je de Heer wat langer kent, dan leer je wel wat mooi te bidden. Wat zit er niet in mooie gebeden? Die gebeden, ik zei dat van die fariseeën, die stonden op de hoeken van de straten. Om de mensen te laten zien, de huigelaars, hoe vroom ze wel waren. Maar die zegt, als je bidt, ga in je binnenkamer, doe alles dicht. Oprechte gebeden, die komen uit het hart. En dan wil ik ook, ik vind het altijd makkelijk om af te ronden. Maar dan wil ik hierbij eindigen, dat Jezus hing aan het kruis tussen twee moorden. Amen. Want dat was ook geprofeteerd. En die andere ene moord en die bestotte, die verwierp Jezus ook, net als de andere. Maar die aan de andere kant mensen, die was in een ander hout gesneden. Ook een moordenaar, een crimineel, slechte mens. En hij zegt tegen zijn collega, hij zegt, hoe kun jij zo praten? Even in mijn eigen woord. Hij zegt, maar wij hangen hier. Wij hangen hier, wij krijgen de straf die wij hebben verdiend. Zegt hij. Wij hebben dit verdiend. Maar dan wijst hij op Jezus. Hij zegt dat deze hier heeft niks verkeerd gedaan. En heeft dezelfde straf als wij. En dan zie je hoe die moordenaar vol van geloof was. Terwijl de discipel hun geloof was. Praktisch uitgeblust. Dus ze konden hun ogen niet geloven dat Jezus, die zoveel doden opgewekt uit de dood, dat hij zou sterven. Ze konden dat niet vatten. Ze konden dat niet begrijpen. Ze konden niet geloven. En toen Jezus stierf hun geloof in Jezus als de Christus, als de Zoon van God. Maar kijk eens naar die moeder. Vol van de geloof. Terwijl die ook in die vreselijke pijn was. Vol de geloof, en hij zegt, Jezus, zegt hij, Jezus. Een gebed geloof van 9 woorden. Zit er niet in veel meer. Gebed van 9 woorden. Hij zegt, Jezus. En Jezus, als u straks in uw koninkrijk komt. Dat zijn een paar woorden. Dus door dit te zeggen, geeft hij te kennen. Dat hij gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Door dit te zeggen. Hij zegt, Jezus, als u straks in uw koninkrijk komt. Door dit te zeggen, geeft hij te kennen dat hij gelooft dat Jezus Christus zal opstaan uit de dood. Want hij weet heel goed dat zij alle drie stervende zijn en zullen sterven. Absoluut zeker. Maar hij zegt, Jezus, als u straks in uw koninkrijk komt. Dus hij geeft te kennen hierdoor dat hij gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En dat Jezus zal opstaan uit de dood. Hij zegt, Jezus. Als u straks in uw koninkrijk komt, wilt u dan aan mij denken? Wij zouden zeggen, ja, aan mij denken. Maar vrienden, als wij bidden, of wat ook, God kent ons hart. God kent onze bedoelingen. God is geïnteresseerd in ons hart. Hij kent ons hart. En als ons hart recht is voor hem, dan zijn alle dingen mogelijk, mensen. En terwijl deze man die woorden sprak, de Heer Jezus kende zijn hart. En weet u wat de Heer Jezus tegen hem zei? Na een gebed van 9 woorden. Hij zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is mijn God. En wat een voorrecht om dat geweldige evangelie te mogen uitdragen. Zelfs in zoveel landen is er niet geweldig. We gaan de volgende keer verder. Ik zei dat ik wel graag voor jullie bid, want daar wil ik jullie vragen. Om te gaan staan, niet voor mij, maar voor de Heer Jezus. Om te gaan staan. En of u voor een moment uw ogen wilt sluiten. Hoeft niet bang te zijn, ik beloof dat ik hier zo lang blijf. Ik weet, ik ben snel natuurlijk. Maar ik beloof, ik ga niks aan u doen zonder uw permissie. Ik haat manipulatie. Ook in de bediening. Daarom nodig ik altijd mensen. Ik wil zien of ze naar voren komen. Als ze vrijwillig naar voren komen, dan voel ik mij vrij om voor hen te bidden. Amen.
Ook al zie ik mensen dat ik weet dat ze grote nood hebben of ziek zijn. Als ze niet vrijwillig komen, word niet bang voor wat je zegt. Ik ga ze niet manipuleren. Dat is, als je naar voren komt, neem je als daar een stap in geloof. En kom je niet naar Prins, maar naar Jezus. We zullen een moment onze ogen sluiten. Vader, Heer Jezus, ik heb aan uw kinderen uw woord gegeven, Heer. Uw naam, Heer Jezus. Heer, toen u op aarde was, Heer, de Bijbel zegt, u geneest alle ziekte en alle kwaal onder het volk. U wekte de doden op, Heer. U geneest de krankzinnigen van boze machten. U geneest alle ziekte en kwaal onder het volk. En ik heb gelezen hier in Hebreeën 13, vers 8, dat u, Heer Jezus Christus, dezelfde bent. Gisteren, vandaag en voor eeuwig. En als u dat gelooft, broeder en zus, en als u een nood hebt, wilt u dan nu naar voren komen. Want Jezus is hier wachtende op u. En als het zo is dat je dan niet voor 100% hebt gekozen voor Jezus, kom dan nu naar voren. Want je weet niet of je morgenochtend nog in leven hebt. Niemand van ons weet dat. Amen. Mag ik dan een hand van u zien als u zegt, ik heb gebed. Laat het doen met de rechterhand. Amen. Zijn er nog dingen? Jezus roept u mens. Ik kan geen mens genezen. Maar de hand erop leggen in de naam van Jezus, daar niks aan. Jezus heeft gezegd, op zieken zullen ze de handen leggen, zullen genezen worden. Als je dan de hand op gestoken, kom dan naar voren. Dan weet ik zeker, dan voel ik me vrij om voor u te nemen.